That's all you get. Bart Willemsen, op voetbalgebied enorm ambitieus. Ik ben 8 jaar geleden gestart als trainer. Na een voetbalcarrière van 15 jaar op eigenlijk alle niveaus in de nationale reeksen. Eerste nationale, tweede, derde en vierde. Ik ben gestopt eigenlijk met voetballen omdat mijn vader overleden is, heel plots. En ik de zaak van mijn ouders heb overgenomen. Dan heb ik nog 2-3 jaar gespeeld bij Zwarte Leeuw, een beetje aangemodderd. Maar eigenlijk omdat ik echt op die zaak gefocust was, op dat moment heb ik definitief daarmee gestopt. En aansluitend ben ik dan gestart aan mijn trainerscarrière. En dus onderaan de ladder begonnen, ben ik nu heel trots op. Ik heb ook tegen de spelers gezegd woensdag dat ik heel trots ben dat ik begonnen ben bij Sint Leenaerts en daar succes heb gehad en bij Duffel en bij Hoogstraten. Altijd eindrondes gespeeld of gepromoveerd of altijd in de eerste 5 gespeeld, nooit anders. Dus ik had dat nodig als trainer om daar te starten. En nu ben ik bij Antwerpen en daar ben ik ook heel trots op. Dus dat is op sportief gebied dan een beetje een schets. Wat was jouw positie als speler eigenlijk? Voor de verdediging, ja. Daar nu Lambeau speelt of Romeo van Dessel, die een positie. Breker. Een breker, ja. Met een beetje voetbalkwaliteit, toch. Heb je zo'n hoogtepunt in je carrière als speler? Ja, het hoogtepunt is ongetwijfeld de promotie met Westerlo naar eerste klas. Hè, dus in 1997, waar ik in de beslissende wedstrijd ook nog scoor. Dus het was op Waregem. Waregem had genoeg aan een gelijkspel om te promoveren. En wij komen 1-0 achter. En ik maak de gelijkmaker. Hè. Dus wij winnen daar met 2-3. Dus een heel spannende match. En dan is Westerlo gepromoveerd. Dat is toch wel een hoogtepunt als speler. Ja, zeker. Kan je vertellen wat Antwerp betekent voor jou? Ja, Antwerp is speciaal. Ik weet niet of u dat weet, maar familielid van mijn vader, ook van mij dus, Gust Willemsen, is familie van ons. Heeft hier ook gespeeld. Ik denk geboren in de jaren 40. Heeft hier vele jaren gespeeld in de eerste ploeg. Maar los daarvan is Antwerpen, ik heb dat ook tegen spelers de woensdag gezegd, is voor mij een reus. Een slapende reus. Enorm aanspreekt naar de buitenwereld toe ook. Vraag me niet hoe dat komt, maar het zal ook wel te maken hebben, denk ik, dat Antwerp de meeste jaren heeft in eerste nationale, 92 jaar. Hè, dat heb ik ook aan de spelers laten horen woensdag. Dus als zo'n club dan interesse toont, belangstelling, ja,
dan dat is speciaal, ik durf dat zeggen. En daarom begrijp ik ook heel de heisa die er eigenlijk ontstaan is, die ze nu een beetje uitspelen. Ja, dat vind ik echt heel, heel, heel jammer. Omdat wij in 15 maanden in Hoogstraten van nul zijn begonnen. Dat was een ploeg die tiendes eindigde met veel rondlopende vedettes die op het einde van hun carrière waren. En we hebben daar 16 maanden gewerkt, geknokt, alles gedaan, alles op punt gezet. En dan krijg ik de kans om bij Antwerpen te starten en dan moet ik dat bij wijze van spreken laten gaan. Terwijl er is afgesproken dat ik altijd weg kan als er een ambitieuze club komt. En voor mij is Antwerpen ja, ambitieus, 100%. Ja, je lijkt elk jaar een stapje hoger te gaan. Wat is je doelstelling voor jou persoonlijk als trainer? De doelstelling is zo hoog mogelijk, ja, absoluut. We zijn nu in pro-license bezig, Bob Peters. Ik ben 4 jaar geleden met Bob gestart. Bob is ook zeker een van de mensen die dus als Gunter op zoek moest gaan naar een andere trainer. Dus wij zijn gestart in de trainerscursus allemaal samen, een ex-prof selectie eigenlijk. En, dus we zitten daar nu in een verzameling van toch allemaal heel ambitieuze mensen. Bob Peters, Chris Jansen, Hazi, Geert Emmerichts, ook een ex-speler. En ja, dat motiveert u ook om zo hoog mogelijk te werken. Dus dat is ook een van de redenen dat ik naar hier absoluut ook wilde komen, om die stap te zetten. Bart, je hebt ook een zaak in Rijkenvorsel. Ja, hoe ga je dat combineren? Ja, daar is al een tijdje een oplossing voor in de maak. Hè. Dus dat is gestart eigenlijk toen Beerschot vorig seizoen zich aanmeldde om assistent te worden van Jackie Matthijssen. Dan ben ik eigenlijk gestart met de voorbereiding om iemand te laten opvolgen in de zaak. Dat is een familiezaak van mijn vader. En mijn broer gaat nu in de zaak komen. Die is nu ook actief in een andere keukenzaak. Door omstandigheden heb ik altijd het alleen kunnen doen. Maar nu is de tijd rijp en gaat hij in de zaak komen. Ik ben er heel blij om. Zeker ook omdat de naam verder gezet wordt. En ik blijf een soort PR-rol vervullen en een ondersteunende rol in de vrije tijd. Dus maar die zaak is vooral een emotioneel verhaal. Hè. Onze vader is gestorven, 48 jaar, is doodgevallen van dag op dag. En dat is heel emotioneel om dan nu te zeggen van oké, ik stop daarmee, ik ga voluit voor de voetbal. Dus ik heb altijd wel dat vooropgesteld om eerst een oplossing te vinden voor die zaak en dan verder te gaan in de voetbal. Dus dat is wel belangrijk. Ja, over voetbal dan gesproken, jij staat bekend als een aanvallend ingestelde trainer. Dat is dus echt je visie, een doelpuntje meer maken dan de tegenstander? Dat is mijn visie, maar dat hangt ook af van de omstandigheden. Want ik ben eigenlijk heel aanvallend ingesteld, maar toch vanuit de organisatie spelend. We hebben vandaag ook getraind daarop. De eerste maal bijvoorbeeld met Tosim, die eigenlijk als spits moet fungeren, maar in balverlies eigenlijk als middenvelder moet fungeren. Dat is een beetje de filosofie dat bijvoorbeeld bij Hoogstraten nu ook is. Dat wij spelen eigenlijk met 4 spitsen. Dus Roy van der Linden, Fokkaert, Matthijssen en Landslots. Dat zijn 4 op papier spitsen. Maar in balverlies spelen we maar met 1 spits. Dus u kunt zeggen, u bent offensief ingesteld, maar altijd werkend vanuit de organisatie wel. En dat is wel iets dat hier ook op een bepaalde manier moet kunnen, maar daar toch werk aan is. Dat niet zo op 1, 2, 3. Bij Hoogstraten is dat ook een proces geweest van maanden. Dat is, en dat gaat hier ook zijn. Ik voel dat aan de groep ook. Ik voel direct na vandaag die training, ik heb een enorm opgelucht gevoel. Enorm. Het is de eerste maal vandaag nu dat ik het gevoel heb van het gaat goed komen. Ik heb een paar heel moeilijke dagen gehad. Commotie, nieuwe groep, andere spelers. Mentaliteitsprobleem. Probleem echt. Maar nu heb ik echt het gevoel van, ik heb er de jongens al uitgepikt. En daar ga ik absoluut zo hoog mogelijk en zo offensief mogelijk mee spelen. En ik denk dat de vraag, dat het antwoord eigenlijk heel simpel is op die vraag. Als je in dit stadion speelt, met misschien volgende week
8.000-9.000 mensen tegen Charleroi. Ja, dan denk ik dat je maar één taak hebt en dat is de neus vooruit en de mensen waargeven voor hun geld. En oké, er zullen matchen verloren worden, maar die worden nu ook verloren. Dus ja, daar heeft iedereen zijn visie op en ik blijf daar loodrecht achter staan, zeker. We hebben ook nog altijd de beste verdediging van de reeks, denk ik. Hoewel het de laatste week wat minder gaat, maar in het begin van het seizoen hebben we toch het clubrecord kunnen evenaren van een aantal matchen de nul houden, 5 wedstrijden. Ja. Dat is voornamelijk dan Georges Blay, Karel de Smet, Dennis Vianen en Zino Schergui. Ja. Ik neem aan dat die ook nog belangrijk kan zijn voor u. Zeker. Daar op de positieve punten moeten zeker behouden. En je noemt nu die 4 jongens, ik neem daar nog Lambeau bij. Dat is 5. Ja, dat voelt je vanaf minuut 1 dat je hier binnenkomt in de kleedkamer, dat dat ook jongens zijn waar je mee naar de oorlog kunt. Hè? Daarom zijn ze ook een sterke defensie. Ik voeg daar ook nog aan toe Romeo van Dessel, die ik vanaf minuut 1 dat ik die zag en voelde op training, dat dat een jongen was die moest spelen. Dus, en dan komen we terug op het offensief verhaal van oké, in sommige omstandigheden kan dat ook zijn met andere type spelers. Dus, ik hecht nu vooral belang in de instapfase, om het zo te zeggen. Ik ben binnengekomen en ik voelde een mentaliteitsprobleem. Een laksheid, disciplineprobleem. En om nu te starten en die jongens bewust te maken dat het anders moet. En ik heb zelf ook 7 jaar in tweede nationale gespeeld. Ja, zijn wij absoluut verplicht om te spelen, te strijden met jongens met een winnaarsmentaliteit. En die het embleem van Antwerp zoenen, kussen, om het zo te zeggen. Dus dat zijn dingen die ook in de groep verteld zijn. En ja, dat is allemaal een antwoord op uw vraag van offensief spelen eigenlijk. Want offensief spelen kan enkel met jongens die een winnaarsmentaliteit en dus op de juiste... met de juiste instelling op het veld staan. Er lopen ook nog veel jonge spelers rond op de Bosal die nog hun strepen moeten verdienen eigenlijk. Wat mogen zij verwachten van de nieuwe trainer? Ja, alle kansen. Ik heb met Norbert Gardisseur net afgesproken wanneer de uren zijn dat zij trainen met de belofte. Ik ga die trainingen zien. Ik ga die wedstrijden morgen de belofte zien. Ik zal hier eten en drinken elke dag, bij wijze van spreken, om die jonge jongens te kennen, te leren kennen. En de jongens die in de kern zijn nu, de jonge jongens die moeten spelen, zullen spelen. Ik heb een Wouter Smeets hier gezien. Dat was vorig jaar een van de smaakmakers in derde. De jongen krijgt een kans. 100%. Dus, en daar, ja, daar ga ik ook dat is hetzelfde als de visie, van, daar ga ik ook niet van afwijken. De jonge speler, of dat dan nu Dunkovic is of een andere, die dan moet wijken voorlopig, ja, zo wat. Dus de beste moeten spelen, zo simpel is het. Als dat niet meer kan, dat zijn ook dingen die ik in de groep gezegd heb. De dag dat niet meer de beste kunnen spelen, of niet meer de jongens die het meeste talent hebben om te spelen, of de meeste honger hebben om te spelen, ja, dan moet je stoppen met trainer zijn. Hè. Want dan ben je eigenlijk compromissen aan het sluiten en mensen een plezier aan het doen. En, ja, dat is toch wel een heel belangrijk punt. Ja. Daar ik aan vasthoud. En om nu bijvoorbeeld over Bob. Hè, wij hebben samen gespeeld bij Liersen in de jeugd. Wij zijn 4 jaar samen begonnen in de trainerscursus. Van onder begonnen, getuisschrift C, B. Toen speelde Bob nog bij Liersen. Op dat vlak zijn wij een kopie van elkaar. Dat meen ik. Wij hebben identiek, hij belde me ook gisteren of eergisteren. Wij zeggen altijd dezelfde dingen tegen elkaar. Altijd. En kijk wat Bob doet bij Cirkelen. Die zal ook een jonge gast aan moet spelen. Laten spelen, dat heb ik ook bij Hoogstraten gedaan. We hebben er 2, 3 jongens van 19, 20 jaar in gebracht. En het enige dat je altijd hebt, dat is dat mensen op voorhand al zeggen, ja, maar. Nu heeft Antwerp ook maar 2 op 15 of? 3 op 15. 3 op 15, voilà. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Laatste vraag dan. Je tekent een contract voor 1,5 jaar, hebben we begrepen. Ja. Waar zie je Antwerp en Bart Vromsen dan staan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik heb tegen de spelers woensdag gezegd, ik herinner me dat heel goed, in Westerlo dat wij promoveerden. Mm-hmm. Dat was niet met de beste ploeg van de reeks. Dat was ook misschien niet de tweede beste ploeg van de reeks. Mm.
Want toen had je ook grote namen in tweede nationale, hè, ook Waregem en noem maar op. Allee, ploegen die nu ook in eerste zitten. Dus het is niet altijd de beste ploeg die gaat promoveren. Het is de ploeg met de beste mentaliteit, combinatie van voetballende kwaliteiten, mentaliteit. En ja, ik heb ze de vraag gesteld, ik heb aan Dennis Vianen de vraag gesteld, is Cercle Brugge een betere ploeg dan Genk? Waarom staat Cercle tweede? Is Oostende een betere groep of ploeg als Antwerp? Is Hoogstraten een betere ploeg als Ruppelboom, die op Anderlecht winnen? Het is niet altijd de beste. Het komt erop neer dat je op het veld jongens hebt. En dat is heel belangrijk, die met hun hart spelen voor hun club. De periode dat wij met Westerlo promoveerden, was Van Reti daar ook bij. Met dat type van spelers, die hier ook de borst nat maakten. Het is met dat type spelers dat je heel ver komt. Aangevuld met de juiste toetsen aan creativiteit. Je kunt niet naar de oorlog gaan met alleen maar vechters. Je moet ook mensen hebben met het vernuft. En die zullen ook zeker spelen. Dat moet een goede mix zijn. Maar om op die vraag dan te antwoorden, waar staat het binnen anderhalf jaar? Ik heb Raf al gezien. Hè, dus we hebben elkaar een jaar elke week gezien in Hoogstraten. Dus als we 16 maanden geleden vroeg in Hoogstraten waar gaan staan. Ja, dan denk ik dat ze toen ook zeiden, goh, met al die jonge gasten, middenmoot, dan heeft hem goed gewerkt. Ja. Dus dat is moeilijk op voorhand te zeggen. Wat wel gaat gebeuren, als we gaan blijven samenwerken, de spelers die gaan aangetrokken worden, zullen echt op mentaliteit en op honger gescreend worden. En dat is de basis om die prijs te halen die hier wordt nagestreefd. Ja. En ik vind op kortere termijn, dit seizoen moeten wij trachten het maximum eruit te halen met de middelen die er zijn, met de spelers die er zijn. Maar dat is moeilijk te zeggen. Ja. Dat is moeilijk te zeggen. Oké, bedankt Bart Jongs. Graag gedaan. Alsjeblieft. Ja, dat schijnt, nee. Schrijf maar op. Dat is niet zo belangrijk. Schrijf maar op dat Antwerp wint zondag. Schrijf het maar op. Ik heb niks om te schrijven. Zie je geen. Hier, wacht.